Hoofdstuk 1 van Aan den Weg der Vreugde door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 1. Die nacht was het onweer naar een zwoeldome, zwaarlode, sirocco-dag, kort tragisch, een catastrofe gelijk, verdonderd over de vallei van de Lima. En de morgen, onwetend van het vrede geweld, klaarde als de dageraad van een weer nieuwe en loutere toekomst, de zomerzon triomfantelijk stijgend in een oneindige hemel van diep, heel diep azuur. Aldo Ardo verliet het hotel, dat nog sluimerde langs zijn eigen balkonterras, was met 2, 3 treden in de tuin, ging langs de Engelse kerk, het dorpje door, achter het casino bereikte hij de rivier, en de houten planken die het gezwollene water wrakjes en wankel overbrugden, liep hij luchtigjes over. Hij liep alsof hij een doel had, maar doel had hij niet. Het was hem hier onbekend. Alleen wist hij de rivier en de brug, en dat het wilde kastanjewoud aan de overkant lag. En nu liep hij de straatweg dwars over en klom de helling der heuvelen op. Het woud heuvelde vochtig groen op, naar boven, naar verdere hoogte, naar hogeren berg, aan die heuvelvoet der Appenijnen. De varens droppelend van regen nog, waadde hij klimmend door. Schond blijde het geheim van haar maagdelijkheid. De waaierbladen knakkende onder zijn vreed, krachtig, zich drukkende voet. Een ruwe stok in zijn hand klom hij op en de stok zwaaide dan soms in zijn vuist en sloeg de varens neer, doelloos maar luchtig en blij. Aldo Ardo was blij. Hij voelde zich krachtig klimmende, zo krachtig dat het op zweven geleek. Hij was blij, hij was vrij, eindelijk vrij. Nu bonden hem niet meer banden. Nu was hij geen officier meer, geen dokter. Nu had hij niet meer te doen met anderen, met superieuren, met zieke soldaten in hospitalen. Nu was hij zichzelf geworden opeens. En de roeping van vroeger verdoofd, riepen hem nieuwe stemmen. Hij wist niet welke en hij wist niet waarheen, maar denkelijk naar grote vreugde. In eene illusie had hij dat zo altijd bedacht, eens toch te komen tot grote vreugde. Nu voelde hij het nog maar als een jongen, de nieuwe vrijheid blij. Het leven was als een school geweest, nu plotseling scheen het vakantie. Nu was er niets dan die blijde vreugde en het woud en de zon en hijzelf. En de stemmen die riepen waren niet duidelijker dan die van de verre faunen, welke in die groene hoogte daar ginds moesten schuilen. Het was voorbij. Het was alles voorbij. Jongelingsjaren en mannelijke jaren, kameraden, patiënten en vrouwen, een enkele vriend, steden van garnizoen, de oorlog in Abyssinië, het nieuwe leven terug in Italië, alles wat lief en wat wreed was geweest, wat beminnelijk en wat gruwelijk en bloederig, het slagveld en het boudoir van een meid, de militaire club en de restaurants, de provinciebals en de jonge vrouw van zijn kolonel. Het was alles, alles voorbij en verzonken en niet als van hem. Hij zag erop neer,
op terug. Eén ogenblik, met een verbaasden blik, sedert hij den moed had gehad zichzelven blij en vrij te erkennen, zich te bekennen dat hij geen dokter was en geen officier, dat de vrienden, patiënten, de vrouwen in zijn leven niet hadden geteld. Dat hij, egoïst, zichzelve was en niet meer. Alle banden geslaakt in eerlijkheid. En de maatschappij, wat ironisch, van terzij aangekeken, zonder te veroordelen, zelfs te oordelen. Nageteld of hij, aan de rand van die maatschappij, leven kon, omdat geld altijd nodig was, en zich bekend dat het moeilijk zou gaan, maar het toch aangedurfd, omdat dat van zo weinig belang was, als er geen club meer was en geen speeltafel, geen vrouwen en vrienden die vroegen te leen. Eigenlijk was hij niet veranderd, meende hij, de varens ranselend wreed met zijn stok en klimmende, klimmende, de vochte groene schaduw in van het woud. Was hij altijd zo geweest, van kind af aan, van jongen? Hij had zich slechts laten medeslepen door een stroom om te zijn en te doen. Als hij gedaan had en was geweest, en eerst nu had hij zich schrap in die stroom kunnen zetten. Eerst nu had hij kracht gevoeld zich uit de onweerstaanbaarheid te bevrijden, aan wal te klimmen en zijn weg te gaan. Er was niets in of aan hem veranderd. Hij was altijd zo geweest. Eerst eenvoudig zo zijnde, toen onbewust, zich verbergend, zich pogend te geven aan de omgeving die hem geheel wilde hebben, tot hij zich op een heilig ogenblik had durven afvragen. Waarom? Dat was het niet wat er was. Er waren geheel andere dingen. En zo niet nu, zou nooit het ogenblik komen ze te zien, ze te roepen, ze te zoeken, ze tot zich te dwingen, te veroveren. Het was niet zo vreemd als het scheen. Hij had jarenlang het leven van een ander geleefd, zoals rondom hem heen honderden zichzelf niet waren. Hij had meegedaan. Nu deed hij niet mee meer. Er was blijde verwondering in hem, omdat het zo vreemd niet was als het scheen. Wat was er toen nodig geweest om zichzelf te zijn? Een stijgende onwil in hem, enkele dagen lui nadenken, dromen eigenlijk, en toen zien dat het zo niet behoefde vervolgd te worden, want dat er niemand en niets hem dwong. Misplaatst tussen hen allen was hij niet, maar hij was niet nodig, hij was vooral niet zichzelf. Dit was het woud, bijna wild, al was het nabij een zomerplaats. Hier was een eenzaam kapelletje aan San Marcello gewijd, en bij die bron zeker woonde een naïade. De goden waren hier bevriend met de heilige en de nimfen hadden den Bambino lief. Zo dreef het in de atmosfeer van het land, zo voelde het aan, zelfs zonder heel grote gevoeligheid van hem die ondervond. Hij was geen dweper, hij was zelfs geen dichter. Hij was gewoonweg een vrij man nu, sterk en gezond en nog jong, en zo voelde het aan. Religieus, paganistisch, vanzelf in dat woud, als een tastbare atmosfeer, niet ontkenbaar. Het deed hem verlangen zich uit te kleden, zich te baden in dat bruisende water, zich uit te strekken op het vochtige mos en dan te luisteren naar vrome klokjes die ver uit een dorpje de mis luiden zouden. Maar hij liep door, hij klom hoger, hoger en hoger. Niet begrijpende waarom hij niet deed als hij wenste, omdat hij toch vrij was, geheel en al.
Einde van hoofdstuk 1.